Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door NUON, onderdeel van Vattenfall. Goeiedag, dames en heren. Londen, Noord-Londen om precies te zijn. Je zit erop te wachten en je krijgt het. More close, guys. Come on. And more close. Yeah, that's it. Daar de weg, daar de weg. En die is vaak door zoveel mannen over tilten. Moet maar laten gaan allemaal. Dank je. Super. Oké. Thank you guys. Let's go, guys. Het Britse leger wist niet wat ze overkwam. En zullen ze dan ook die andere vrouwen van al die sticks gaan tillen als die gaan winnen? Dit is de foto van de dag op een prachtige zondag in Londen. Goedenavond. Hartelijk welkom in Londen en u hoort het publiek is hartstikke gek. Staan! Staan! Voor de volledigheid, Koen Suik was de fotograaf van alles en daarna werd het een beetje gek. Je schijnt iets losgemaakt te hebben bij ons. Ja, schijnbaar. Schijnbaar, ja. Nou, ik krijg het wel inmiddels allemaal wel mee, hoor. Krijg je het nu mee? Je weet wie wij zijn hier allemaal? Ja, maar ik heb zoveel reacties gekregen al. Weet je wie die mensen zijn die daar tegenover je zitten? Ja, die ken ik wel goed. Die ken je wel, ja. Hartelijk gefeliciteerd, familie. Ja, dat is de familie, jongens. Wat doet je besluiten om hier aan tafel te komen zitten? Want ik weet dat je nog moet fietsen. Ja, maar goed, deze avond heb je toch niks op de planning. Morgen rustig aan en dan morgen gaat wel weer de focus naar de tijdrit natuurlijk van woensdag. Goed zo, we vinden het fantastisch dat je doet. Je wordt vergezeld door twee van de meiden die met je reden. Loes, ja? We komen jou straks nog tegen in een dubieuze valpartij natuurlijk. Ja? Ellen van Dijk kan er niet bij zijn, dat wisten we. Zit hier. Ja, die zit hier, ja. Maar daar was een reden voor, die moet later rijden. En jij zit eigenlijk altijd bij ons aan tafel. Hè? Zo is het toch? Ja. Ja, goed. Hebben jullie... Hoe laat was je binnen? Tussen 4 en 5 of zo. Half 5. Hebben jullie enig moment gehad dat er geen onzin geuit is door jullie? Ik bedoel dus een rustig moment. Nee. We zijn hier net 2 minuten aangekomen, geloof ik. Geleden. En je hebt geen idee wat er allemaal gebeurd is? Oh, nee. Nee, ja, nou, je krijgt de hectiek natuurlijk wel mee. Vanaf de finish is er niks meer, niks meer normaal. Mm-hmm. Dus het is gewoon één grote hectiek. Laten we dan maar gewoon de dag gaan opbouwen. Je weet dat de wedstrijd verreden wordt op zondag. En dan is er het moment dat je losgelaten wordt bij de boksen van de Nederlandse ploeg. En dan fiets je rustig naar de start. Tenminste, dat denk je. Hoe werd jij vanmorgen wakker? Nou, lekker eigenlijk wel.
wakker van de wekker, maar ja, gewoon wel relaxed. Goed geslapen gelukkig. Maar ook met het gevoel van, dit wordt mijn dag. En natuurlijk inderdaad ook wel meteen met de spanning van vandaag gaat het gebeuren. Ik denk dat we sowieso gewoon ons sterkte in de breedte uit gaan spelen. En daar gaan we wel op koersen. Dus Marianne is wel kopvrouw, maar daarnaast heb ik ook gewoon zeker een rol. En maakt dus de concurrentie moeilijker als ze naar meerdere pionnen moeten kijken. Dus ons sterkte in de breedte gaan we proberen uit te spelen. Wat is het strijdplan? Nou ja, het is een strijdplan. Vooral een harde koers ervan maken. Met 66 vrouwen, twee keer over Box Hill. En het weer gaat ook meewerken met de wind en de regen. Dus het zal ongetwijfeld zwaar worden. Je zei van tevoren, ik ben eigenlijk met niks minder tevreden dan met goud. Nog steeds zo, hè? Ja, dat is nog steeds zo. Ja, hier, en de storm steekt op, dus we krijgen echt Hollands weer. 3, 2, 1, away! Hoe waren die eerste meters? Is dat de jongens die hier gisteren aan tafel zeiden, die zeiden van je kreeg je kippenvel zo hoog op je armen. Jullie knikken allemaal, ja? Ja. Was het zo overweldigend? Ja. Bij jou ook? Het was echt ongelooflijk. We hadden voor de start al de laatste kilometer verkend. En toen reden we met ons viertjes. Ja, door een haag van mensen en een haag van geluid al. En we waren nog niet eens gestart. Maar Annemiek, jij bent vrij nuchter, vind ik altijd. Maar zelfs jou raakt dat dan? Ja, ik heb echt kippenvel gehad. Ja? Gewoon al fietsend? Ja. En op Box Hill moet ik ook zeggen, daarna Box Hill tuterde echt mijn linkeroor. Want daar stond echt heel veel publiek aan de linkerkant. Ja? Er was zoveel lawaai daar. Dat was echt... voor mij was er ook geen stuk in het parcours waar geen mensen stonden. Maar eigenlijk moet je zeggen, het is maar een wedstrijd. Toch? Ja, maar ja, het zijn wel de Olympische Spelen natuurlijk. Voilà, het zijn de Olympische Spelen. 140 kilometer en 300 meter. Dat is wat de vrouwen moeten afleggen. 66 kilometer in Hollands weer. Dat wil zeggen zuid-zuidwestenwind, 17 graden en vervelende regen. Op deze roundabout gaan twee vrouwen gaan rechtsaf en de rest gaat links. En dan krijgen we Ellen van Dijk, deel 1. Zij opent voor Nederland. Loes Gunnewijk, deel 2. Zij opent ook voor Nederland. En het doel is duidelijk. Oh, even onder de Italiaanse vlag door. Ellen houdt niet van Italiaans eten, zo te zien, maar spoedt zich verder. De Italiaanse inmiddels hebben wat problemen met de techniek. En andere renners hebben wat problemen met, nou ja, laten we zeggen, op de fiets te blijven. Er is er nog eentje, die vissen ze daaronder uit de sloot. Dat is een Braziliaanse, precies de vrouw die als eerste demarreerde. Inmiddels gaan we verder en er wordt gegleden en gevallen, maar het is nooit heel erg. Er gebeurt in feite niks totdat we de kilometer 70 gepasseerd zijn. Dan laat Loes Gunnewijk zien dat ze misschien wel beter even had op kunnen letten op die witte streep daar. Ze gaat onderuit en ze ziet er dizzy uit. Vervolgens hebben we Olga Zabalinskaya. En daar achteraan gaat Marianne Vos. Zij krijgt in de wiel Shelley Olds, de Amerikaanse. En dan sluit er nog eentje aan en dat is een Engelse. Lizzie Armitstead. Wat doe je met vier van die vrouwen vooruit? We zitten in het belangrijkste gedeelte van de wedstrijd. Ze pakken 10 seconden, 20 seconden, 25 seconden. Maar ze blijven met z'n vieren. Vos geeft gas. Vos blijft gas geven. Ze weet dat achter zich in ieder geval nog twee Nederlandse zitten. De Engelse, de snelle sprinter van de Amerikaanse en de turbo van de Russische. Mag je met die vier gaan doorrijden? De andere Nederlandse proberen het tempo te drukken. En het wordt 30 seconden, 32 seconden, 35 seconden, terug naar 28 seconden. Voorin rijden ze met z'n vieren door. Dat wil zeggen, ineens met z'n drieën. Want die kleine Amerikaanse sprinter is eruit gevallen. Materiaalpech, niemand heeft het gezien. Ze wordt opgewacht, sluit achteraan bij de peloton. Vos kijkt om. De Russische, ja, die kachelt zo'n beetje door. En die Engelse zegt, doe dan wat, mens. En met z'n drieën rijden ze voor. Het wordt 28 seconden en 26 seconden. Dit is de Cancellara-bocht. Waar volgens mij Van Vleuten ook niet helemaal ongeschonden doorheen komt. Maar goed, de achterblijvers, als je ze zo mag noemen, rijden dan op 38 seconden. En dan zie je een Nederlandse motorrijder die tegen Vos zegt 50 seconden. 50 seconden moet genoeg zijn. Maar hoe kom ik van die Engelse af? Die Russische is geen punt. Maar hoe win ik van Armitstead? Het wordt een hele korte sprint. Een hele korte sprint. De Russische is tevreden met 3. De Engelse denkt,
Ik ga hier maar zitten, want ik moet zilver hebben. En daar is het eerste goud voor Nederland. Marianne Vos wint goud op een regenachtige zondag. En cameraman Peter Bakker heeft nog nooit zo hard gelopen met zijn camera. En dit is een koninklijke omhelzing die helemaal past. En eigenlijk is dit het verhaal. Of zeg ik te veel? Jullie hebben echt met z'n vieren daar staan vieren. Toch? Ja, nou ja, we hebben het ook gewoon met z'n vieren gedaan. Jij had niet gewonnen als zij niet aangevallen had, als zij niet verdedigend had gezeten? Nee, nou ja, vooral de koers hard maken, dat was het plan. En dat hebben we ook zo gedaan. En dat heeft uiteindelijk wel de doorslag gegeven. Loes, jij kan goed fietsen. Dat weet je van jezelf. Dan ga je naar de Olympische Spelen en dan weet je dat deze mevrouw bij jou in de ploeg rijdt. Denk je dan meteen, ik kan mijzelf moeiteloos wegcijferen voor haar? Ja, Marjan was gewoon de grote kopvrouw en missie was goud. En daar gingen we met z'n allen voor, met z'n vieren. Mm-hmm. Maar met het denkbeeld dat je jezelf dus kunt wegcijferen. Ja. Kon jij dat ook? Want jij kan ook aardig fietsen, je bent Nederlands kampioene. Ja, ik had een iets vrije rol. Nee. Jij zat in een gedwongen rol en jij een wat vrijere rol. Ja. In de gedwongen rol ging je ook onderuit. Hè? Je was al een keer gedemareerd. Ja. Je had al een keer zeg maar, het spel opengetrokken. En toen komt die bocht eraan. Wat deed je daar in die bocht eigenlijk? Nou ja, de poelie ging. Poelie is de Engelse? Ja. Ja. En nou ja, goed, ik wou gewoon naar voren. En ja, ik ging helemaal niet super hard door die bocht. Maar mijn voorwiel gleed gewoon weg. En ik denk, ja, ik hield er niks aan. Het was niks. Dus niks. Oké, dan sta je daar en dan zie je dat peloton wegrijden. Weet je dan van jezelf, kijk, hier ga je, hier zit je. Ja. Het is zo hulpeloos als het maar kan, werkelijk. Ja. De rest is door. Maar is het dan ook einde wedstrijd voor je? Einde jouw rol? Ja, je weet gewoon dat het heel, heel, heel lastig gaat worden. Kijk, en je houdt nog wel moed en je probeert het beste nog te doen en nog weer terug te komen. En ik zat dan wel weer tussen de auto's, maar goed, toen kwam Box Hill nog een keer. En ik wist ook wat ons plan was. Ja. En dan weet je wel dat het eigenlijk daarna Missie Impossible is. Dan is zij vooruit. En dan wisten jullie voortdurend hoeveel tijd het was? Want dat is gek, hè, zonder oortjes rijden. Ja, ik heb af en toe dus nog van de motoren wel tijd. Heb jij mazzel gehad dat Nederlanders waren, hè? Ja, ook wel. Er was ook wel officiële tijdwaarneming. Maar blijkbaar hebben ze in het peloton helemaal niks gehoord. Jij wist niks? Nee, voor mij kon ze elk moment of teruggepakt worden. Ik wist echt of het een minuut was. Ik kon me ook niet voorstellen dat het heel groot was. Want het werd echt hard gereden daarachter. Ja. Maar ik heb echt geen idee gehad. Ik vond me twee keer een tijdwaarneming gezien. Dus, dat is toch gek. We leven in 2012. En ja. Dat kan allemaal niet. Nou, ik vind als je zonder oortjes rijdt, moet dat wel beter. Ja, ja. Maar nou, heb jij nu echt prachtig verdedigend gereden? Ik zag je op de tweede, vijfde positie. Nooit op kop. Altijd een beetje inhouden. Altijd kijken. Ja, ja, ik dacht wel natuurlijk wel die samenwerking een beetje verstoren. En dat voor mij is het aardig gelukt. Ja, ja. En mag ik nog wel even iets vragen over die Cancellara-bocht? Je dacht, waar hij niet doorheen komt, kom ik ook niet doorheen? Ja, ik wist ook dat hij kwam. Maar hij was echt rottig. Ja, je kwam met een gevaar naar beneden. Dus, je kwam te hard. Nou, dat was op zich... Nou, kijk maar even. Hier. Ik heb geen voet aan de grond gehad. Die Canadese die haalt het net. En jij gaat daarachter. Je ja, wil eigenlijk eroverheen, hè? Ik heb een beetje vierkant genomen, maar ik had geen voet aan de grond. Ja, oké, dat is dan goed. Nou, dan kom jij dus in die sprint. Hebben we allemaal gezien. Want iedereen had wel een mening. Moet ze een lange sprint, een korte sprint? Moet ze nog gaan dimmeren? Ben jij bang geweest voor die Russische? Nee. Niet voor de Russische. Ben jij bang geweest voor die Britse? Ja. Hoezo bang? Nou, niet bang. Niet echt bang. Maar heb je hem wel geknepen? Ik wist wel dat ik niks fout moest doen, want ze is ontzettend rap. Ja? En je hebt voortdurend dat in je hoofd gehouden? Ja. Ja? Maar je had een strijdplan. Hoe ga je die sprint aan? Ja, niet te vroeg en niet te laat. Dat is, de timing, hè, van de sprint. En nou ja, we hadden natuurlijk wel met Sabalinskaya. Die eigenlijk de laatste 2 kilometer... haar medaille probeerde veilig te stellen. Dat was gunstig. Ja. Want die bleef rijden. Maar ja, dan is het dus de sprinttimer. Dan ga je dus. En ze komt niet tot je achterwiel. Had je dat hierdoor? Ja. 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 In eerste instantie ging ik aan. En nou ja, dan voel je tegenstander wel komen. Dus ik voelde Lizzie zo links naast me komen. Maar ze bleef hangen. Ja. En ik had nog wel het gevoel dat ik tot de finish in ieder geval dezelfde snelheid zou kunnen houden. Ja,
dan moet zij nog een keer kunnen versnellen om, om er voorbij te komen. En dat ging niet gebeuren. Nou noem je er bijna liefkozend Lizzie. Dan zijn er mensen in Nederland die zeggen van waar komt dat mens dan vandaan? Dat is een Engelse, maar ze rijdt voor een Nederlandse ploeg. Dus hoeveel keer per jaar kom je er in Nederland tegen? Vaak. Ja, nou ja, niet alleen in Nederland. We komen natuurlijk dit peloton, dat zien we het hele jaar door in 40, 50 wedstrijden. Ja, je kent haar dus echt goed. Ja, nou ja, inderdaad. Ja, ik weet wel wat ze kan. Nou had je dit in je hoofd gezegd, hè? Je wilde dit winnen. Weet je nog dat je in de Tour bij ons zat en dat je zei van ik weet precies hoe het moest. Jij wist ook precies hoe het moest. Loes, jij was er toen niet bij. Maar je wist hoe het moest. Heb je nu precies gedaan zoals je het gedroomd gedacht hebt? Nou ja, we hadden wel gewoon met de ploeg een plan. En je kunt allerlei scenario's doornemen. En we hebben ook wel verschillende scenario's doorgenomen. Maar uiteindelijk wisten we ook wel. We moeten gewoon koersen zoals wij gewend zijn. De koers hard maken. En dan komt er wel een scenario uit wat gunstig is voor ons. Nou ja, en zo ging het dus ook. Ik heb niet dit scenario gedroomd, maar wel deze strekking. Ben je ergens ooit nerveus geworden in de koers? Zenuwachtig? Ja. Nou ja, wel gewoon vanaf de start voel je wel de spanning. En dan heb je ook wel, het moet nu, het is 140 kilometer en op zo'n dag moet het gebeuren. Jullie tweeën kennen haar heel goed. Was ze anders vanochtend? Loes? Nee. Nee? Nee. Nee, vond ik ook niet. Nee? Nee. Heb je daarop gelet? Ja, waarschijnlijk. Nee. Hebben jullie met z'n allen ontbeten? Ja. Ja. Waar hebben jullie het toen over gehad? Koetjes en kalfjes. Ja. Koetjes en kalfjes. Eigenlijk maar niet over de koers. Ook doen. Niet over de koers. Nee, niet zozeer. Nee, want dat was eigenlijk al klaar. En dan is het gewoon. We waren eigenlijk met z'n allen heel ontspannen. Ik denk dat dat ook wel de kracht was. Ja. We waren er gewoon allemaal klaar voor. En heel ontspannen aan de start ook. Dan komt dat merkwaardige moment. Wat heel weinigen van ons ooit in hun leven hebben meegemaakt. Dat je dus ergens komt. En dat je weet dat je Olympisch kampioen wordt. Bent. Nou wist jij dat al. Maar je was hier. Je was hier echt mee bezig. Je wilde deze titel. Hoe dan ook wilde je hem. Dan ga je rechtop zitten en dan rij je uit. En dan ben ik zo benieuwd wat je dan denkt of voelt. Hoe leeg ben je? Hoe blij ben je? Weet ik veel wat. Ja, dat is niet te beschrijven. En dat is het allermooiste moment. Dat vanaf 2 meter voor de finish tot aan de hekken, dat je dus niet meer door kunt. Dat is nog geen 30 seconden, maar dat is zo mooi. Maar wat gebeurt er dan? Ja, ontlading. Dat hoe? Je, ja, nou ja, dat, iets of wat is in beeld gevangen, maar dat is nog niet helemaal wat ik voelde. Nee. Je kunt het ook niet eens uitleggen, blijkt. Nee, je kan het proberen, maar nee, het is echt maar niet fantastisch. Doen. Nee, houd maar voor jezelf eigenlijk. En het is dan echt dan op de streep is het gewoon gelukt. Ja. Nou zijn er wel wat camera's en mensen van de NOS, die zijn dan meteen bezig en die denken van, dan, wat zij niet kan uitleggen, proberen we dan maar in beeld te vangen. Nu is het nog gelukt ook. Net over de finish was zo'n geweldig gevoel. Echt ongelooflijk. Kan je dat beschrijven? Nee, ja, dat kan ik wel proberen, maar nee, dat gaat niet. Dat is onbeschrijfelijk en ik heb het in Peking alles meegemaakt en nu nog een keer. Ja, dat is het mooiste wat er is. Fantastisch wat je gedaan hebt. Kijk eens wat de meisjes hebben. Ik weet niet, je hebt het niet kunnen zien op het laatste moment. Nee. Gefeliciteerd. De meisjes hebben genoten, wij hebben genoten. Ja. Iedereen met ons meegemaakt. Oh, ja, maar dat was zo geweldig. Zo ongelooflijk veel publiek. Ja? Ja, ik hoor het nog steeds zuizen. Was u zeker bij de sprint? moet ik nou een politiek correct antwoord geven of nee? Natuurlijk was je niet zeker. Want je op dat moment, kijk, we weten ook dat ze niet altijd gewonnen heeft in haar leven. En dat het ook verder niet helemaal goed gegaan is. En dan hoop je dat op zo'n moment, dat dit belangrijke sportmoment, deze Olympische Spelen, dat het dan wel goed gaat. En wat scheelt het? Hey, en hoe vonden jullie het? Goed. Was het spannend? Ja. En heb je gejuicht voor Marianne? Ja. Wat riepen jullie? Hup Holland. En heel ja, veel dingen. Ja, we hebben heel hard gejuicht. De hele tijd. Dus ze moet nu hun stem een beetje sparen voor de camera's. Dat is goed, denk ik. Goed, dank jullie wel. Marianne Vos.
Kende je de tekst van het Wilhelmus uit je hoofd of niet? Ja, ik ja? Ken, ja, ja, heb die je dat ken al zitten bestuderen gisteren of zo? Van, nee, wie weet dat? Die hoef ik niet meer te oefenen. Dat weet je wel. Dat lukt wel. Dat maar er waren er twee achter mij, of drie eigenlijk. Ja. En nog een paar, die waren ook mee aan het zingen. Ja, maar die zaten niet helemaal in het ritme. Die zaten in een ander couplet volgens mij. Toch? En dan waren het ook met z'n vier. Ja, ja. Het is mooi dat jullie straks in de wij-vorm spraken. Want ik wil graag naar een beeld van Loes. Jij arriveert in de groep daarachter. Je sprint nog voor een ereplaats mee. Je hebt je werk gedaan. Loes, hebben we je zien vallen. Je komt ver, ver achteruit. Maar je rijdt de koers uit. Maar aan jou is te zien, wil je even naar jezelf kijken, dat jij ook gewonnen hebt. En dat maakt het zo leuk. Moet je kijken, mensen. Je rijdt op 13 minuten. Je rijdt op 13 minuten. Nee, no. Ja. Zwaaien, blij zijn. Ja. Hoorde je dat van de zijkanten, van Nederlanders? Ja, ik hoorde denk ik 3 kilometer voor het einde dat iemand tegen mij riep van... goud, goud! Dus toen had ik al zoiets van yes. Maar ja, toen dacht ik, ik moet nog wel even opnieuw checken. En ja, en er stonden zoveel Nederlanders en die schreeuwden. Ja, dat was gewoon genieten. Ja. Het is heel mooi dat jullie haar geholpen hebben. Dat hoort dus in de moderne sport. Dat moet je kunnen. Maar het lijkt me ook moeilijk. Het lijkt me moeilijk dat je ooit moet kunnen denken van... ik reed daar, jij kan behoorlijk met de fiets rijden... maar ik heb mezelf helemaal opgeofferd. Of hoort opofferen ook bij topsport? Ja, het is de wielersport. Ja. Ja. En het moeilijke aan wielersport is dat er dus eentje met die medaille staat. En dat er eentje... Oh, wacht even, die medaille. Zou je die misschien een tikje aan Nederland... Je hebt straks al geroepen dat die zwaar was. Ja. Wil je hem ook even laten zien? Is er een camera die heel dichtbij kan komen, Marijke? Ja. Ja? Kunnen we dat zien, zo? Dan wordt er natuurlijk altijd aan je gevraagd, want daar was ik vanmiddag bij. Dat zag je niet, of je er kusjes op wil geven. Ja. En toen zei je ook, is het zo goed? Ja, het verveelde je geloof ik, hè, al dat gedoe. Nou ja, ik hoef dit het goud niet de hele tijd te kussen, toch? Nee, dat niet. Maar loop je de hele avond al met dat ding om je nek, ja, of niet? Ja, ja, nou, okay. Ga je er ook mee slapen? Nou, ik hou hem wel dichtbij me, ja. Ja? Dat is heel mooi. Weet je wat wij, alle commentatoren, vanmiddag voor jou over hebben gehad? Je weet dat het slecht weer was, hè? Ja. Ja. Ik was erbij. Dit is een grapje hoor, maar zo zaten wij jouw gouden medaille te doen. Kijk even, wil je even, dit was zoals wij moesten werken, ja? Dat hadden wij allemaal voor jou over, voor deze gouden medaille. Daar werd helemaal geen rekening mee gehouden. Denk je dat je kunt slapen? Nou, ik ben wel een beetje moe, maar ik denk niet dat ik heel snel in slaap val, nee. Maar hoe ben je moe? In je kop? Of in nee, je lijf? Wel fysiek, maar fysiek. In mijn kop, nee, dan is het nog een beetje stuiterbaleffect, denk ik. Ja, ja. Heb je gegeten? Ja. Gewoon, ja. Normaal, met de meiden? Ja, nou ja, dat is ook wel nodig natuurlijk. Ik moet woensdag nog een keer een tijdrit rijden, dus er moet nog wel wat energie in. Dus je gaat nu uren maken en morgen draai je de knop om. Ja. En je hebt gekregen wat je in je kop had zitten. Want, dat heb ik wel eens meer tegen je gezegd, wat in jouw hoofd zit, dat moet gebeuren, hè? Ja, ja. En ja. Vandaag moest het gebeuren. Ja, nou, dat heb je gedaan. Vreselijk leuk dat je voor al die mensen hier toch wilde komen op de late avond. Dankjewel, Marianne Vos. Nu gewoon... Dit is een gouden Big Ben. Dat is de zilveren van de 4x100 meter vrije slag. Jij mag op de oranje lijn, die de metro aangeeft, deze gouden Big Ben neerzetten. En dat is dan het station Marianne Vos. Dus het is aan jou. Zet hem maar ergens neer. Oui. Tommy Byrne gaf hem mij aan. Zeg, waar ga je hem neerzetten? Nou, dan mag een mooi plaatsje. Midden in Londen. Je wil midden in Londen zijn. Ja? Oké, goed zo. Dus dat heeft een plaats. Eenmaal goud, eenmaal zilver. En dan gaan wij door naar misschien wel de lieveling. Ja, dat mag ik wel zeggen. De lieveling van het Britse sportpubliek. En ik denk dat u niet weet waarom het gaat. Die man heet Tom Daley. Die was 14 jaar oud. Toen was het een heel klein jongetje eigenlijk. Die moest nog een gebitje krijgen. En hij was nog niks. En toen was hij al in Peking. En in Peking was hij goed.
En hij zei toen dat hij later in Londen een grote zou worden. U heeft geen idee welke sport hij beoefent, maar daarvoor zijn wij dus. Tom Daley. Op de Olympische Spelen van Peking debuteert Tom Daley als 14-jarig jochie bij het schoonspringen. Hij wordt omschreven als een wonderkind. Een troetelkind. Nu is hij niet alleen topsporter, maar ook een klemmerboy. Of zoals een Britse collega het mooi samenvat, Daley mag nu stemmen, autorijden, drinken en hij is er zelfs klaar voor om goud te winnen. I quite like pressure going into a competition just because it's one of those things that in a competition divers either handle pressure or they don't. And for me, I've had pressure for in going into competitions for a long time now, and it's something that I've got been able to get used to. And I've also had the Olympic experience already in Beijing and had kind of the pressure environment there. But for me, when you're under pressure, in theory it should bring out the best of you because you've got that extra adrenaline rush, and it's one of those things that divers are prepared for. You compete so often that you get used to the pressure. Daley is zo beroemd dat de grote Britse tv-persoonlijkheid, oud-topvoetballer en sportpresentator van de BBC, Gary Lineker, kort zijn training volgt. I don't know him very well, and a little bit on Twitter. So, you know, it's he's very popular in our nation. Everyone's behind him, and all is hoping he does well. You know, particularly after what's happened, the circumstances surrounding his father. But I just saw him now and wished him luck, so which was a nice thing to be able to do. And he's an incredible young man, very talented. Obviously, he's had a lot of success, and we're all hoping that that he does it at these Olympics. Very difficult because obviously, you know, Chinese are very strong. So, but you know, the nation is right on his side. It's you know, he's got a very lovely story. It's been very sad the last year, lost his father. It's you know, difficult circumstances for him, but he's a remarkable young man with a lot of ability. Can he deal with the pressure of the nation? We hope so. You see, I think the big athletes, the big stars thrive on pressure. They enjoy the pressure. And I think that, you know, Tom Daley has shown that he's a person that can do it. But, you know, diving is so precarious. One little mistake, and it's all over for you. Tough. En daar had u niet aan gedacht dat die man aan die sport zou doen. Maar hij is ongelooflijk beroemd hier. Zomaar een bericht uit de sportavond hier in Londen. De nationale voetbalploeg van Spanje, hier in Londen aanwezig, is uitgeschakeld voor het verdere toernooi. 1-0 verlies tegen Honduras. Speciaal voor die gelegenheid hebben wij een kenner uitgenodigd. Dat is toch een verrassing, meneer Van Gaal? Dat weet ik niet, of dat een verrassing is. Nee, maar het is toch heel gek dat de Europese en wereldkampioen op de Olympische Spelen wordt uitgeschakeld. Ja, maar het is niet hetzelfde elftal. Nee, maar toch. In Spanje hadden ze er een heleboel van verwacht. Maar daar gaan we het niet over hebben. Dit was het bekende bruggetje. Ik begrijp, Louis, want we hebben afgesproken dat we je en jij zullen zeggen dat je wel eens graag naast een Olympisch kampioen wilde zitten. Hè? Dat was mijn grootste wens. Ja, dat kan ik helemaal denken, ja. Bij Marianne, want die ken ik persoonlijk. We hebben elkaar ontmoet bij AZ. Ja. En ja, ik vind Marianne eigenlijk hetzelfde type als die Tsjechische schaatser. Die ken jij wel. De naam kan jij nu wel even noemen. Die sprietige mevrouw. Hè? Dat vind ik van Sablikova. Haar. Sablikova. Ja. En toen ik haar voor de eerste keer zag, toen heb ik tegen Dirk Scheringa gezegd, die moet je, nee, dat wordt een kampioen. Oh, voorzienige blik dus. En Marje dus is ook zo een. En goed zo. Een groots kampioen. Zullen we even naar de andere kant van de tafel gaan, waar twee vrouwen zitten, waarvan u er één zeker dient te kennen, Wieke Dijkstra. Ik ken jou als hockeyster, als speelster van jaren Nederlands team. Ik ken je als doelpuntenmaakster, ik ken je als international. Maar ik ken je niet zo.
Want je hoort eigenlijk bij de nationale ploeg te zitten. Maar je bent er niet. Nee, dat klopt. En dat is iets waar we over gaan praten. Ja. En dan komen we, jongens, bij de vierde aan tafel. En ik denk dat niemand hier in de zaal weet wie Saskia Loretta van Erva Garcia is. Is dat zo? Tienes toda la razón. Soy esgrimista. Nee, grapje. Ik ga niet in Spaans zeggen. Je had me. Ja. Je had me. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Nee, ik ben schermster. Ja. En ik kom voor Colombia uit. Maar ik... Wacht even. Ja. Je bent schermster. Dat is al iets wat in Nederland niet zoveel voorkomt. Mm-hmm. En je komt voor Colombia uit? Ja. Want je hebt een... Ik heb een nationaliteitswissel gedaan voor het schermen vorig jaar. En ik heb in 1 jaar tijd heb ik me gekwalificeerd voor de Olympische Spelen namens Colombia. Je vader of je moeder? Mijn vader is Nederlands en mijn moeder is Colombiaans. Ja. Ja. En wat heb je met Colombia? Het is het land van je moeder. Het is het land van mijn moeder en ik heb echt heel veel met Colombia. Mijn familie van mijn moeders kant woonde daar nog allemaal. En ik ga daar elk jaar naartoe voor de Colombiaanse kampioenschappen. Waar woon jij? In Amsterdam. Je bent gewoon een Amsterdamse. Ja. Dus maar we kunnen gewoon Amsterdams praten. Ja. Ja, niks aan de hand. Ja, ik ben niet officieel Amsterdam. Ik woon er pas sinds augustus. Maar ja, ik voel me wel echt... Allebei, gewoon Nederlands en Colombiaans. Maar wacht even, als jij voor Colombia kunt schermen, dan kan je toch ook voor Nederland schermen? Ja, ja dat heb ik gedaan. Tot en met mijn laatste toernooi was in 2008. Internationaal en toen ben ik gestopt, 2 jaar. Ja. Ja. En ja, ik heb 3 jaar geen toernooi geschermd. Mijn eerste toernooi was vorig jaar in juli. Namens Colombia. En, Is het waar, ik heb een stukje van je gelezen. Is het waar dat datgene wat Colombia jou te bieden had... Dat was ver beter dan wat Nederland je gaf. Ja, Qua geld, qua tijd, qua van alles. Ja? Ja, dat komt omdat Colombia mij de kans heeft gegeven om een seizoen lang toernooien te doen. Ze hebben mij de kans gegeven omdat ze in me geloofden. En daar ben ik heel erg blij mee. Nu willen we er ook zien natuurlijk, want we denken schermen, dat zien wij zelden op de Nederlandse televisie. Hier is deze Colombiaanse, die in Amsterdam woont, te zien. Het staat er keurig, SL van Erva Garcia. En je komt uit tegen een Duitse, voor zover ik weet. En het wordt een hele spannende wedstrijd. Wil je ons een beetje leiden door deze wedstrijd heen? Wat gebeurt er? Hoeveel sta jij gerankt in de wereld? Ik sta 23ste op de wereldranglijst. 23, en zij? 14. Oké, dus je hebt een moeilijke partij. Peng. Ja, ik heb al 2 keer eerder tegen haar geschermd. Ja. En allebei de keren verloren. Ja. Dus ik moest echt heel anders tegen haar schermen. Ik wist pas donderdag dat ik tegen haar moest schermen. En de dag van tevoren heb ik natuurlijk wel hierop voorbereid. Het is nu 6-6, dus het gaat gelijk op. Het gaat gelijk op en het was heel erg spannend. Ja? Want ik wist zelf ook nog niet hoe het zou gaan. Want het was de eerste keer dat ik spel tactisch gezien ook anders ging schermen. Ik ben normaal echt een aanvalster. Ik hou er echt van om gewoon echt te schermen, echt te bewegen. En ik moest bij haar echt moest ik afwachten. Moest ik een heel ander schermen. Dat was voor mij heel moeilijk om in te houden. En het ging gelijk op. En hier ging het dus eigenlijk fout. Want ze stond 2 punten. Oh. Ze stond 2 punten voor en ik moest gaan. En dan moet je inhalen. Wel. Ja, en hier forceer je en dan kom je dus tekort. Ja, ik hield net mijn arm te lang in. Ja. Ja, oké. Okay. Wat betekent dat bij schermen? Je verliest je eerste partij en dan? Ja, dan ligt je er meteen uit. Ja. Dan ben je weg. Ja, je ligt er meteen uit. Je moet, er zijn 5 partijen die je moet winnen tot als je Olympisch kampioen wilt worden. Ja. En ik lag er bij de 32 uit, jammer genoeg. En dan kan ik me indenken dat dan direct iedereen van de Colombiaanse televisie om je heen zwermt. Ja, ik heb toen ik terugliep, waren er wel een paar televisiezenders. Voilà, we hebben het bewijs. Daar is ze. Voor Colombia telt ze wel mee. Voor Nederland nog niet zo. Bueno, ¿qué significado tiene llevar la camiseta de Colombia? Hace mucho tiempo no lo llevabas. Tuviste que dejar de competir y ahora te pones la camisa de Colombia. Estoy muy orgullosa de competir por Colombia. Me apoyan muchísimo estar aquí con el equipo de Colombia, los delegados, con todo el mundo. La gente es increíble, muy simpáticos, muy abiertos y me siento en mi casa aquí. Entonces estoy muy contenta que puedo representar al país de mi mamá y también para mi familia y los esgrimistas allá que quiero demostrar que para ellos también es posible estar en los Olímpicos en el futuro.
¿Tenemos a Saskia para más Olimpiadas? Sí, estoy muy cierto que sí. Y mejor porque yo sé lo que hice en un año de competencias y clasificarme. Yo sé que en 4 años yo puedo hacer lo doble. Estoy muy segura de eso. Gracias. Muy amable. Saskia, denk jij in het Nederlands of denk je in het Spaans? Ik denk in het Nederlands, maar als ik eenmaal met Colombianen omringd ben, dan na een week denk ik alweer in het Spaans. Ja. Het is heel raar. Als ik mijn familie ga opzoeken, dan ga ik ook in het Spaans denken. Ja. Had jij ooit van haar gehoord? Eerlijk zeggen. Had jij ooit van haar gehoord? Tuurlijk. Oké, ja, natuurlijk. Gefeliciteerd trouwens. Ja, ja. Ja. Ik heb een slechte mededeling voor je, dat hoor ik nu in mijn oor. Je moet weg. Ja. Dus ze zitten ergens te wachten op je. Oh. Vind je dat? Ja, dan valt er een gat aan tafel. Dan mag je niet meer naast Louis zitten. Ja. Nee, ik was expres gebleven. Ja, dat kan ik me indenken. Ja. Maar ik hoor nu, je moet ergens optreden nu. Ja? Prima. Ja, je moet naar het Olympisch dorp terug. Ja. Nou goed, dat ding, heb je dat nog om je? Ja. Dat pakt een of andere technicus van jou aan. Ja? Ja. Dankjewel. Wij nemen afscheid van de Olympische kampioenen. Dankjewel. Gekke avond. Louis, was dit de eerste keer dat je op Olympische bodem verscheen? Ja, als coach heb je nooit tijd gehad om de Olympische Spelen bij te wonen, live. Wel op televisie te volgen. Want je bent altijd in de voorbereiding. Ja. Dus ja, daar keek ik wel naar uit. Het was nogal tricky. Maar goed, de KNVB liet mijn contract pas ingaan op 1 augustus. Want dat scheelt weer een maand voor de KNVB. Nederland. Dus, ja. Dus ik kon nog hier naartoe. Nou, dat is een doorslag, man. Ja. Dat is een doorslag. Dan kan je hier zijn. Dan ben je onder normale sportmensen. Nee, ik vind het ook heel fijn. Ja. Wat heb je gezien? Ik ben gekomen al voor de openingsceremonie. En die heb ik dus ook gezien. Wat vond je daarvan? Nou ja, het begon natuurlijk een beetje kinderachtig. Dat moest interactief zijn met het publiek en dat mensen opgehitst zouden worden. Alleen dan zie je toch dat mensen zelf bepalen of ze dat laten gebeuren. Maar die ceremonie die was geweldig die daarna volgde. Dat vond ik echt geweldig hoe ze die historie van Engeland ook overbrachten. En dan zie je ook wat zo'n land heeft betekend in de loop der jaren. En dan kwam die entree van die atleten, dat was eigenlijk daarna, dat duurde zo lang. En ik vond ook dat het publiek niet echt goed reageerde. Behalve wanneer Engeland, dat was als laatste land, toen ging het hele stadion in vuur en vlam. Maar daarvoor, ja, als Nederland kwam, dan ging ik staan en olé roepen, bij wijze van spreken. Maar daarvoor was er weinig contact. En als ik dat dan zie en ik zie dat die atleten 2 uur daar moeten staan. Dan denk jij? Dan denk ik, ja, dit is niet van deze tijd meer. Dat is niet functioneel en dat moeten we afschaffen. Zo, Louis heeft gesproken. Heb jij meegelopen? Nee, ik moest even nog schermen. En is dat een regel? Of hebben ze het je vrijgelaten voor? Nee, dat is een regel. Als je de volgende dag gewoon je wedstrijd hebt, dan mag je niet meelopen. En ik was eerst eigenlijk best wel teleurgesteld dat ik dat niet mee kon maken. Maar achteraf was ik eigenlijk best wel blij. Ik heb het gewoon via de tv gevolgd. En ik heb denk ik meer gezien via de tv dan als je eraan hebt meegedaan. Je buurvrouw zit te knikken. Hoeveel heb jij meegelopen in Peking? Nee. Mocht ook niet zeker? Mocht ook niet. Hadden jullie toen de pest in dat je niet mocht meelopen? Nou, wij hadden niet de pest in. Want we hadden maar 1 doel. Ja. Dat was goud. Ja, dit klinkt nou zo rationeel. Maar dit gaat niet over ratio. Dit gaat over gevoel. Nou ja, uiteindelijk is het natuurlijk heel gevoel. Bijzonder. Hij heeft het over gevoel. Het is waanzinnig bijzonder, denk ik, om mee te maken. Ik had het deze keer ook graag meegemaakt, maar dat is ook niet van gekomen. Daar gaan we zo direct over praten. Wat heb je voor sport gezien? Ik heb de eerste dag Wimbledon gezien. Dan heb ik Federer gezien tegen Jalla. Had ik nog nooit van gehoord. En die man die speelde een tennis, dat is ongelooflijk. Ja. Federer had het moeilijk, maar heeft gewonnen. En dat was een fantastische wedstrijd. Maar vond je dat anders tennis dan normaal tennis? Je bedoel, je kan Federer ook in Rotterdam, in de Ahoy zien. En je kan hem ook op Roland Garros zien. Maar nu zie je hem dus hier, onder Olympische vlag. Ja, is dat anders? Ja, dat is anders.
je hebt altijd bepaalde verwachtingen. Ik ben een tennisfreak, dus ik kijk ook veel naar tennis. Dus zeker ook Wimbledon. Ja. En dan zie je die beelden van het center court. En dan dacht ik dat het veel groter was. Maar het was heel klein en heel gezellig. En je zat op het tennisveld. Er gaat een hele nieuwe wereld voor je open. Ongelooflijk. Ja. Ja. Kom eens van dat voetbal af. Het is zo leuk hier, joh. Ja, ja toch? Nee, en nog meer heb je... Vandaag heb ik Nederland-België gezien. Hockey. Ja? Was ook aanwezig. Ja. En 3-0 overwinning. Een goed begin, hè, zou je kunnen zeggen. En daarna ben ik naar judo gegaan. Doe maar. Wij zijn uitgenodigd door Ernst en Jong. Dus je volgt het programma. Maar er was geen Nederlandse judoka vandaag. Dus ja, dat vond ik wel jammer. Maar we hadden toevallig een beeldschoon Japans meisje voor ons. En die was helemaal in dat Japanse gewaad. Er waren er trouwens twee van. En die begonnen ook nog schel te zingen voor Ebi Nua. Ebi Nua. En dat hele stadion ging dat overnemen. En daar zat ik toevallig achter. Ja, dat is nooit toevallig, dat man. Dat is fantastisch. Echt fantastisch. Ja, dat is dus eigenlijk, en jij weet dat, dat is zo'n beetje het Olympisch gevoel. Als je het openingsfilmpje van ons programma vanavond gezien had, dan zie je dat zo'n grote stad als Londen, dat opent zich en dat wordt één groot feest. En jij met je voetbal hebt een andere beleving, denk ik, altijd meegemaakt. Een andere. Ik zeg niet een betere of een mindere, nee, maar een andere. Maar goed, omdat heel veel mensen tegen mij zeiden, dat moet je echt meemaken. Ja. En daarom wilde ik ook heel graag naar deze spelen, want ik was toch in mijn sabbatical jaar. Maar dan heb je ook hele hoge verwachtingen. En het managen van hoge verwachtingen is een kunst. Ja. Dus nu kwam ik hier. En dan denk ik, als ik Londen zie, dan zie ik alleen op die touwenbrief te ringen. Maar voor de rest zie ik niet zoveel. En als ik een stadion moet bereiken, Wimbledon gisteren, dan zaten wij in een bus. En wij kwamen ergens, dan konden we niet door omdat die wielerwedstrijd er was. Toen stonden wij daar dus. Toen heb ik nog even naar die wielerwedstrijd gekeken. Dat was nog aardig. Toen hebben we de trein gepakt. En we moesten twee keer overstappen en we kwamen pas op Wimbledon. Louis, en dan moesten je wordt we al mens. 300 meter lopen. Het is wat. Het is wat. De coach van het Nederlands elftal moet wel 300 meter lopen. Daar gaat het niet om. Het gaat over de professionaliteit. Nee, het gaat om het één zijn in een Olympische stad. Dat is het. Dat is het leuke, man. Dat is het leuke. Blijf nog een week, want je ziet zoveel leuke dingen. Zeg even tegen hem wat jij allemaal meegemaakt hebt in Peking. Ja, het is waanzinnig. Maar ik moet wel zeggen dat in Peking de beleving ongelooflijk was van de Chinezen. Ja. Dat je om iedere 15 meter een vlag had staan. Er was een Olympic Lane door de stad heen. Het leefde waanzinnig. Die Chinezen hadden er alles voor gedaan. En ik geloof dat de Engelsen hier ook alles voor hebben gedaan. Maar er is wel aan de Engelsen gevraagd, de locals, om zoveel mogelijk uit Londen weg te blijven. Ja. Omdat er zoveel toeristen zouden komen. Maar als jij nu de stad in gaat, dan zijn er een stuk of 5 miljoen die aan het feesten zijn. En dat doen ze vrijwel allemaal met een glas in de hand, hoor. En daar zijn ze vrij goed in. En het is heel gezellig. Ja. Even serieus over jouw sport. En dat is niet eens een trickvraag, gewoon recht op de man af. Vind jij dat voetbal, het topvoetbal op de Olympische Spelen thuis hoort? Tegenwoordig wel, denk ik. Omdat in alle sporten tegenwoordig betaald wordt en professioneel begeleid wordt. Maar het probleem is dat de FIFA dat niet goedkeurt, omdat er een WK is. En dat is om de 4 jaar. En dat is altijd tegelijkertijd met de Olympische Spelen, omdat we ook nog een EK hebben. Ja. En daar gaat het uiteindelijk om. Nou weet ik dat jij graag opvoedt, daar is niks mis mee. En je hebt een collega daarin. Foppe de Haan heeft geprobeerd om van Nederlandse voetballers, jonge voetballers, een Olympisch team te maken. En hij deed dat omdat hij die jongens duidelijk wilde maken, kijk eens om je heen, er is meer. Ik vermoed dat jij zo'nzelfde idee hebt. Nou, dat is zeker zo, want ons leven bestaat niet alleen uit voetbal. Ik ben een aanhanger van het totale mensprincipe, dus je moet openstaan voor... Dat klinkt wel mooi, het totale mensprincipe. Ja, dat betekent heel eenvoudig in één zin, dat als je een bal schiet van A naar B, dat niet een technische uitvoering is, dat er heel wat achter hangt. Daar hangt een mens achter.
Zijn omgeving hangt erachter. En dat bepaalt heus wel hoe hij die trap gaat maken. We kijken nu naar de mannen zoals ze 4 jaar geleden opgeleid stonden. We kijken naar Foppe de Haan, die dat graag wilde. Foppe de Haan heeft later gezegd, de jongens hebben toch niet helemaal gesnapt wat het Olympisch idee was. Jij hebt ze meegemaakt, die voetballers. Ja. Ja, waren ze anders? Oh, we hebben de voetballers niet meegemaakt, want die zaten niet in het Olympisch dorp. Voilà. Dat vind ik soms een gek idee. Nou zitten de heren van het Amerikaanse basketbalteam ook niet in het Olympisch dorp, maar er is wel een verschil tussen. Omdat ze zoveel lastig werden gevallen door de rest van de supporters en de Chinese Hebben jullie dat verhaal gehoord van Sablikova? Die heeft gisteren geprobeerd om de eetzaal te bereiken. En dat is er niet gelukt. Ze moest met iedereen op de foto en ze heeft er maaltijd gemist voordat ze moest gaan spelen. Dus wij met z'n allen kunnen ook niet met die beroemdheden omgaan. Kobe Bryant schijnt niet over straat te kunnen lopen hier. Nee, ik herken dat wel vanuit het Olympisch dorp vanuit Beijing. Ja? Ja? Er stonden rijen met mensen die op de foto wilden met Federer. Die was ook zo weg. Ja, dat is toch ook voor ons een hele grote. Terwijl je eigenlijk allemaal met hetzelfde bezig bent. Je bent hier gekomen naar een sportfeestje. Zegt de NBA jou wat, Louis? NBA, National Basketball Association, die hebben dus... Nou, nee, oké. Natuurlijk. Ik weet dat jij daar een aanhanger van bent. Mede, ja. Ja. Je hebt zelf gebasketbald. Ja, maar dat is in een vorige eeuw. Maar dat maakt niet zoveel uit. Ja. Die Amerikanen, dames en heren, die zijn hier gekomen net zoals iedereen. Net zoals jij. Net zoals een schermster uit Colombia. Om deel te nemen en zij willen ook graag winnen. Nou staan zij op een heel hoog platform. Kijk maar. Deze jongens die kijken ook een beetje verbaasd om zich heen. Ze moesten vanavond in de basketbalzaal voor het eerst aantreden. Amerikaans volkslied, dat hoor je aan met de vrouw van de president op de tribune. En dan heet je Kobe Bryant. En dan denk je van, ik speel 82 wedstrijden per jaar, maar tegen Frankrijk wil ik wel gaan spelen. LeBron James met een heel mooi gekleurd bitje. En de Fransen hielden het, 1 helft hielden ze het redelijk vol en scoorden fraai. Vergeet niet, de Fransen hebben ook allemaal spelers uit de NBA. En die kunnen ook buitengewoon aardig verdedigen. En het werd een heerlijke sfeer in de wedstrijd. En dan komen die Fransen nog eens een keer. En kunnen ze dan die Amerikanen bijhouden? Nou, dat lukt dan net niet. En de Amerikanen gaan dan versnellen en dan krijg je dit soort basketbal. Dan wordt het kateng. En dat was het al in 92 in Barcelona. Dat werd het in Atlanta in 96. En nu staan ze er weer. Coach K is een beroemdheid in Amerika. Wij kennen hem niet. Er wordt vrij zwak gescoord en geschoten in die eerste helft. En dan laten we nog een paar aardige momenten zien uit de wedstrijd. Die met deze twee multimiljonairs die daar zitten te praten, dit soort hoogstandjes opleverden. Dat zijn alley-oops die erom gaan. En als Kobe Bryant zegt, geef mij die bal maar, ik doe het wel. Dan doet hij het ook. Kijk, adel verplicht. Dan kan je multimiljonair zijn, maar dat maakt helemaal niks uit. En dan heb je lol om de ballen die je maakt. En zo'n alley-oopje mag er ook wezen. En zo speelden de Amerikanen vanavond de Franse profs weg. Het werd 98-71 en meneer Harden, I can fly! Zo'n wedstrijd was het dus vanavond. 98 tegen 71. Dat is toch een hele andere sport, denk ik dan? Heel anders. Heel anders. Dan dat bedaagde, keurige hockey van jou? Nou, je zou zeggen keurig, maar op het hockeyveld gebeurt er ook nog wel eens wat. Jawel, maar je weet wat ik bedoel. Ja. En je bent met z'n allen, je bent met 10.400 atleten ben je hier. Een schermster uit Colombia, een basketballer uit Amerika. En iedereen heet gelijk te zijn. Je wil dus hier zijn, jij wilde hier zijn, maar je bent er niet. Waarom? Ik ben er wel. Ja, ik ben heel blij dat je er zo bent. Sorry. Maar het hoort zo te zijn dat je in een oranje pak zit. Ja, dat had ik een jaar geleden wel gehoopt. Ja. Je bent de vaste kracht geweest van het Nederlands team. Ja. Je hebt een gouden medaille thuis liggen. Heb je uit Peking meegenomen. Klopt. Dan hebben we je nog zien juichen, we hebben je zien scoren. En dan komt een jaar geleden komt er een boodschap bij jou waar je niet erg blij mee bent. Nee, uiteraard niet. En die boodschap was? Dat ik niet meeging naar het Europees kampioenschap. En jouw coach? Hoe zei die dat tegen je? Weet je dat nog? Waar was het? Hoe gaat zoiets? Nou, in dit geval zaten we in een hotel in Ede. En we hadden een laatste trainingstage voor het Europees kampioenschap. En werd in de groep mij medegedeeld dat ik niet mee zou gaan. In de groep? Ja. En dan slik je?
Ja, en hij noemde vier namen en ik kon niet zo goed geloven dat mijn naam erbij was. Want jij was er zeker van dat jij in die ploeg thuis hoorde? Nou, als je 6 jaar in een Nederlands team speelt, dan verwacht je niet dat je van vandaag op morgen niet meer meegaat. En het ging echt van vandaag op morgen? Er was geen aanwijzing dat je dacht van, hé, ik speel wat minder of er komen andere nieuwe krachten die beter zijn dan ik? Uiteraard kan je nooit zeker zijn van je plek, want daardoor heet het ook teamsport. Individuele sport moet je jezelf kwalificeren en dan rij je een bepaalde tijd of je schaatst een bepaalde tijd. En hockey is toch een subjectieve sport. Want uiteindelijk wordt bepaald door een coach die mensen goed vindt en die het erin ziet zitten of een keuze maakt binnen zijn team om een bepaalde tactiek te spelen. En in die zin kwam het bij mij heel hard aan, bij mij heel onverwacht aan. Ja. Jij hebt ook voor die opgave soms gestaan, Louis. Dat je als coach tegen een sporter moet zeggen dat hij in jouw geval niet goed genoeg is. Ja. Moet je dan even ademhalen? Ja, dat moet je altijd, want je vertelt een heel verdrietig iets. Dus dat doet ook de coach pijn, hoor. Dat is niet zo alleen de speler doet dat pijn, maar ook de coach. Want iedereen werkt eigenlijk net zo hard. Ja. Althans, daar moet je vanuit gaan. Maar het is, zoals Wieke zegt, het is een keuze van de coach. En die is subjectief. Maar goed, dat behoort tot het takenpakket van de coach en niet van de speler. Maar dan is het meedelen, is natuurlijk, dan moet een coach ook voor ademhalen. Alleen is het natuurlijk zo, als de speler of speelster niet alles gegeven heeft, dan is het makkelijker. Want dan heb je een groter draagvlak voor je beslissing, als dat je het subjectief doet, zoals Wieke dat zegt. Ik wil wel even luisteren naar Max Caldas, zoals hij het toen verklaarde, waarom hij haar niet mee wilde nemen. Ik heb met haar gezeten 4 keer. En in de 4 keer met haar gezeten hebben we gesproken over welke deel van haar spel moet verbeteren en goed verbeteren. En na de 4e keer, dus na gisteravond, heb ik aan haar aangegeven dat de verbetering voor mij was niet zo goed geworden. Dat echt dat haar de recht zou geven om terug te komen in het Nederlands elftal. Ze moest verbeteren op het verdedigende aspect, hè? Ja, we vragen voor onze middenvelders. Dat is de plek waar Wieke in mijn ogen alleen maar kan spelen in het Nederlands team. Zowel aan de bal als zonder bal. Een bijdrage kunnen leveren aan het geheel. En in mijn ogen, Wieke's kwaliteit ligt absoluut in een balbezit. En een niet balbezit vind ik haar heel zwak. Zo, mevrouw. Ja. Dat werd je toen gezegd. Dat zag je 's avonds waarschijnlijk ook op televisie. Ik heb het nooit zo teruggezien. Hoe lang heb jij over dit... Als dat een proces, ja, het is een rouwproces. Hoe lang heb je over dat proces gedaan om het te accepteren? Nou, dit moment wat je net ziet, dat is in november. Ja. En dat is een reactie op mijn keuze. Ja. Om dat moment dat ik niet meeging op trainingstage naar al die kanten, te zeggen, voor mij is het Nederlands team nu een gepasseerd station. En is het dat ook? Ja. Dat zeg je nu wel. Maar je wist toch hoe leuk het was? Je wist toch wat je plaats in die ploeg was? Je wist dat Londen toch dichtbij was voor je? Nee, Londen was verder weg dan ooit. Toen, maar daarvoor niet. Je wist toch dat... Jouw international zijn hield toch niet op na Peking? Nee, want ik heb tot 2011 in de nationale ploeg gezeten. Ja. Ja. Ik wil je even met jezelf confronteren in beeld. Dat is helemaal niet erg, hoor. Want als je dan niet meer op het veld mag staan, dan mag je op de tribune zitten. Wil je even kijken? Madame op de tribune. En jouw omstanders weten ook allemaal waar het om gaat. Dat vind ik wel grappig eigenlijk. Wat is een mens overigens zonder telefoon? Maar je zit wel bij het hockeyveld. Daar. En je beschouwt het nu allemaal. En je bekijkt het allemaal. En dan denk ik, is dat moeilijk? Ik was waanzinnig zenuwachtig voor de wedstrijd. Waarom? Ja, omdat ik de spanning kan voelen van teamgenoten die er staan. En ik krijg er nu weer helemaal kippenvel van. Echt waar? Het is een Olympische beleving. En je weet wat die meiden gaan meemaken. En dat is zo waanzinnig dat je er nog steeds zenuwachtig van wordt. En het was heel gek. We hadden het er voor de uitzending ook wel even over. Ik heb aan zitten moedigen op de tribune alsof ik zelf in het veld stond. Dus iedereen bij zijn naam noemend en die mensen om me heen die keken raar op. Want die dachten, wat is het voor een raar meisje op de tribune. Ja. Maar het zit zo in je, je bent zo gewend. En er staan ook mensen, ik heb met al die mensen gespeeld. Kan je het loslaten, hockey? Ja, je speelt natuurlijk nog in de Nederlandse competitie.
Maar kan je het loslaten, denk je? Nou, ik heb afgelopen week bekendgemaakt dat ik niet meer ga hockeyen. En nu? Dat ik helemaal gestopt ben. En je gaat een heel ander leven leiden? Nou, niet heel anders, want ik werk al 2,5 jaar bij Randstad. Ja? Ik doe daar management traineeship en dat is klaar in oktober. En dan hoop ik dat ik op de functie die ik nu heb, op de afdeling marketing communicatie kan blijven. Maar jouw leven zonder sport? Hoe lang heb je aan sport gedaan? Echt aan sport gedaan? Sinds mijn 6e. Nou, eigenlijk sinds mijn 4e heel actief tennis. Nou, 8 jaar. Ja. Nee, maar dat snij je nu door. Het is nu afgelopen. Nou, ik heb 15 jaar seniorenniveau gespeeld. Ja. Sinds mijn 13e in een eerste team op zondag. En 6 jaar het Nederlands team. En ik heb alles gewonnen wat er te winnen valt. En misschien zijn er dan wel uitdagingen die verder gaan dan sport. Je bent Olympisch kampioen. Je bent wereldkampioen. Europees kampioen. Ja. 2 keer Champions Trophy. Nu de ACCC recent gewonnen met Laren. Ja. Dat is toch aardig, of niet, hè? Als je dat zo hoort. Ja. En toch moet je ooit een streep zetten. Heb je daar tegenaan zitten duwen? Die streep maar verplaatsen voor jezelf? Ik heb wel na de WK in 2010... heel hard nagedacht of ik nog door wilde. Ik heb toen besloten om door te gaan, omdat op dat moment een coachwissel was. Herman Kruijs ging toen weg, wat ik overigens erg jammer vond. Maar Max Callas kwam ervoor terug. Ik heb met Max heel goed samengewerkt in het verleden, tijdens de EK in 2006 en de Olympische Spelen in 2008. Dus ik wilde daar nog wel heel graag voor gaan. Dus dat was een hele bewuste keuze op dat moment om er nog voor te gaan. Ik wist toen ook al wel dat ik werkte en dat ik dat uiteraard zo goed mogelijk combineerde met met alles wat je daarvoor nodig hebt. Ja. Gunnen van je werkgever. Maar nu is het maar dus vanaf dat moment afgelopen. Je hebt dit gedaan. Ja. Dikke streep gezet. Gefeliciteerd, welkom in de wereld. Ja, dank je. Leuk. Ik heb er ook waanzinnig veel zin in. Ja, want je kan hele leuke dingen doen als je niet meer sport. Bijvoorbeeld, je kunt gaan kijken naar andere sporters. Weet u wie Céline van Gerner is? Dat is ook weer zo'n moeilijke vraag, omdat wij zo beperkt zijn in onze kennis van sporters die in kleine sporten uitkomen. Start het filmpje. Nationaal kampioen Céline van Gerner begon haar Olympisch avontuur op het onderdeel sprong. En deed daar voor haar een vrij nieuwe sprong, de Yurchenko-techniek met een anderhalve draaiende lengteas. Daar heeft ze nog weinig ervaring mee. Maar er levert 0,3 punt meer op en ze deed het behoorlijk. 13,700 werd de score. Toen kwam Brug. Een van haar sterkste onderdelen. 14,800 is het persoonlijk puntenrecord. Maar kijk, met prachtige bewegingen, fris, grote amplitude, heel veel precisie in de techniek, komt ze op een fantastisch slot en eindigt met 14,866. En dat is een persoonlijk puntenrecord. De evensbalk is buitengewoon stabiel. Haar gewone programma weet ze goed uit te voeren en ze komt op een score van 15,100. En dan is er nog de vloer. En de vloer begint heel goed, maar er zit toch een fout in. 1 foutje. Het totaal over de vierkant wordt 55,632. En dat betekent toch dat Céline van Gerner na 20 jaar weer een turnster, een Nederlandse turnster is, die de Olympische meerkampfinale behaalt. Over 4 dagen vindt die plaats. En Elvira Becks was de laatste die dat in Barcelona deed. Saskia, ik wil nog bij jou terugkomen, want je woont in Amsterdam, je schermt voor Colombia. Hoeveel train jij per week? Ongeveer 12 uur in de week, maar afgelopen maanden ben ik heel vaak in het buitenland geweest, heb ik trainingstages gedaan. Is dat 12 uur in de week, daar lacht een schaatser om? Ja. Jij, Wiek, wat deed jij in een week? In voorbereiding op de Olympische Spelen trainen we 10-11 keer in de week. 10 keer 11 keer. Maar hoeveel uur kwam je dan uit? Minimaal 2 uur. Dus dan kwam je op het dubbel uit. Maar is dat voor een schermer, is dat veel? Ik zou eigenlijk wel meer moeten trainen. Maar toen ik nog op Papendal train ik 20 uur in de week. Twee keer op een dag. Maar dat is nu eigenlijk bijna onmogelijk. Ik studeer nog naast. En, wat studeer je? Journalistiek. Oei, wat wil je worden? Journalisten? Ja, in combinatie met fotografie. Fotografie. Ja. Kan jij bewijzen dat je redelijk kunt fotograferen? Ik kan het niet bewijzen, maar ik kan het wel laten tonen. Oké, laten wij eens een foto laten zien van haar. Oh ja. Dit heb jij...
je moet nooit een foto uitleggen. Maar nee. Oké, dit zijn jouw foto's. Ja, dit zijn mijn foto's. De glossies in Nederland hangen nu aan de lijn. Dat kan niet anders. Dit is Saskia Loreto van Eva Garcia. Dat, ja. Ja. Geweldig. Dat wil je dus gaan doen. Ja, ik wil heel graag portretfoto's maken in combinatie met interviews. Ja? Diepte interviews. Mensen van close fotograferen. En, ja? Lijkt me heel wat erg leuk, mooi om te doen. Ja, zeker. Hartstikke leuk. Ja. Maar ga je door met prikken, met schermen? Ja, zeker weten. Ja? Dit voelt voor mij echt als een begin. Colombia is nog niet van jou af, nee, wou je zeggen? Zeker weten van niet. Maar denk je dat ze in Bogotá weten hoe jij eruit ziet? Of in Medellin? Ja. Of, ja. Ik heb echt zoveel mailtjes. Echt waar? Berichtjes gekregen van Colombianen. Ja. En het is echt niet normaal, gewoon van mensen die ik niet ken. En die me gewoon heel veel succes wensen. Die me in de krant hebben zien staan daar. En, of op tv hebben gezien. En ze steunen me echt heel erg. Ondanks dat ik in Nederland woon. Goed. Ja. Nou, ik wens je heel veel succes. Ja. Ik ga even naar je overbuurman. Ik moet één hele persoonlijke vraag aan je stellen. En die komt recht uit mijn hart. Hoe is het met je heup? Dat meen ik ook. Ja, maar je bent geopereerd. Je hebt een nieuwe heup gekregen. Hoe is dat? Nou, nu, ik heb een tweede operatie ondergaan, omdat die 3 keer eruit is gesprongen. Vervelend. Hè? En na de tweede operatie zit hij er nu 5 weken in. En ja, het gaat eigenlijk goed. Maar ja, na de eerste operatie ging hij er ook nog na 7 weken uit. Dus je leeft wel in die onzekerheid. Ja. Heb je dat geaccepteerd, dat je kwetsbaar bent? Je lichaam, dat je ouder wordt? Ja, maar dat heb ik al veel eerder geaccepteerd. Goed zo. Want bij Ajax, toen ik trainer was van Ajax, deed ik nog altijd mee. Nou, dat was na Ajax al niet meer mogelijk. Maar ik denk dat die hele beroemde schop van jou, weet je nog? Dat is de aanleiding voor die heup geweest. Dat kan niet anders. Nee, dat had je nooit moeten doen, man. Dat was het. Ja? Nee, ja. Dat kan ik nog steeds trouwens. Ik zal je niet vragen om dat hier op de tafel niet. Te doen. Maar in principe kan het. Het is nu zondagavond. We vonden het hartstikke leuk dat je hier was. Wanneer moet je gaan werken? Echt gaan woensdag. Werken? Woensdag, dan begin je. Woensdag maak ik de voorlopige selectie bekend. En 10 augustus de definitieve. En 1 augustus begin ik, dat is woensdag. Woensdag. Zin in is nauwelijks een vraag. Ja. Je popelt. En met wat je hier gezien hebt, als je dat meeneemt in je bagage, dan moet je toch alleen maar plezier in sport hebben? Of niet? Nou, het is een geweldige uitdaging. En ik heb er alles voor gedaan om het mogelijk te maken. Maar goed, dat zal ik op mijn presentatie nog wel uitleggen. En ik ben heel blij dat ik dit mag doen. Ja. Hoor je wat je zegt? Ik ben heel blij dat ik dit mag doen. Want, waarom ben je zo blij? Nou, omdat het in principe een geweldige uitdaging is. En de eerste keer is het misgegaan. En ik heb altijd de wens geuit om op een WK of EK als trainer te verschijnen. En ja, dit is nog een kans dat ik dat nog in mijn carrière kan meemaken. Ja, dus dat is de uitdaging. Dus je hebt een mooie leerschool, heeft hij hier in Londen heeft hij gehad. Neem dat mee. Nee, dat vind ik echt, man. Hier kan je toch het gevoel voor sport kan je helemaal opsnuiven. Nou, dat is in de voetbalwereld ook, hoor. Jawel, maar dit is sport. En sport en voetbal, dat ligt wel parallel. Maar je kunt hier het generale gevoel opsnuiven. Dat bedoel ik te zeggen. Oké. Ja? Ik zal je niet tegenspreken deze keer. Jongens, horen jullie dat? Het moest eens gebeuren. Morgen, dames en heren, is de volgende dag in Olympisch Londen. We hebben Dex Elmond. Hij staat op de tatami in de klasse tot 73 kilo. De hockeymannen van Paul van As gaan van start met voor de laatste keer Teun de Nooijer in de ploeg. Nederland speelt tegen India. En het roeitoernooi gaat verder. We zijn ook op Wimbledon met het Nederlandse dubbel. En hier zijn dan die roeiers, die gaan morgen ook. En wij praten dan over Steve Redgrave, de beroemdste roeier die Engeland kent. Anyone sees me go anywhere near a boat, you've got my permission to shoot me. Steve Redgrave wint voor het eerst goud bij het roeien. In totaal wint hij op 5 opeenvolgende spelen goud, de laatste in Sydney 2000. En dat levert hem een adellijke titel op.
Maar misschien wel de allergrootste eer krijgt Sir Steve Redgrave afgelopen vrijdag. Hij is de laatste fakkelloper voor de speler in Londen. Saskia, Wieke, hartelijk dank. Veel succes. Jij met je schermen, jij met het leven. Dank je. En Louis, we vragen iedere avond iemand om een wens uit te spreken. Dat klinkt wat naïef en misschien wel kinderlijk. Maar graag wil ik jouw wens horen en dan mag je naar de bel luiden om deze avond dan verder af te sluiten. Wat is je wens voor morgen? Nou, ik weet niet of het morgen gaat gebeuren. Nou, voor de toekomst. Als ik een wens zou hebben, dan hoop ik dat Ranomi, en de achternaam mag jij uitspreken. Kromovi Giorgio. Heel goed. Dat zij want volgens mij zitten ze nog in twee finales, twee gouden plakken. Ze moeten ze wel halen, die finales. Hè? Nou, ik ga ervan uit dat ze dat doet. Maar dat is niet makkelijk, want als je een finale verliest zoals zij gisteren verloren had, in een bijna kansloze positie zo terugkomen en dan het net niet redden, dan is het moeilijk om dat een dag of twee dagen later van je los te laten. En toch moet het gebeuren, want dat is voorbij. En dat ze moet alleen maar focussen op de volgende race. En ik geloof dat zij in staat is om dat te kunnen. En ik hoop ook, want ik vind ook dat ze zich zeer goed presenteert altijd als ze door de media wordt geïnterviewd. Ik gun het er ook van harte. Ik gun het alle zwemsters. En ik kan er nog wel meer op noemen. Maar omdat zij op deze wijze, kansloze positie, nog een tweede plaats weet uit te halen. Ik gun voor haar, ik hoop voor haar, ik wens voor haar dat zij een gouden medaille haalt. Dankjewel. Daar hangt de bel. Zie je hem? Dames en heren, Louis van Gaal met zijn wens. Dankjewel. En dat is tevens het einde van deze uitzending. Marianne Vos heeft goud. Fantastisch dat je dit kan. Laat het nog maar één keer goed zien aan Nederland. Zo ziet hij eruit. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door NUOM, onderdeel van Vattenfall.